Ja, we gaan nog even live vanavond. Het is laat. Ik heb al gemerkt dat veel mensen toch nog wel vaak wakker zijn rondom dit tijdstip. Net over 12, maar het is einde avond van dinsdag 13 oktober. Nou, goedenavond. Mocht je live komen en mocht je me horen, laat even wat duimpjes omhoog zien. Ik ga het even kort hebben over vandaag. De spoedwet is door de Tweede Kamer. Hij moet nu nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer en daarna is Willem aan zet. En dat is waar ik het met je over wil hebben vanavond. Maar ook over wat er gebeurde vanavond op het plein in Den Haag vandaag. En daar gebeurde wel iets wat me echt raakte. Dus dat wil ik even met je delen. En ja, allereerst. Mensen kwamen naar me toe op het plein. Er gebeuren veel dingen afgelopen gisteravond. Het lijkt alweer een paar dagen geleden. Maar gisteravond, die prachtige avond op het plein van eenheid. Goede samenwerking met de politie, maar vooral eenheid met elkaar om daar op het plein te zijn. Met zo'n 400 mensen die vrijwel allemaal gingen zitten. Bereid om een nacht van de vrijheid in te leveren in de strijd voor de vrijheid. Dus ja, het was heel symbolisch. En vandaag liep ik weer over het plein en de politie sprak even met wat agenten. Ik zei, joh, is het vandaag verlopen? Ja, goed, maar toch wel wat rommeliger. Het was ook op meerdere plekken aangevraagd. De spoedwet was er vandaag, dus er was sowieso wat meer onrust. En ze vroegen mij nog van, nou, als je nog iets voor, hey Marieke, hey Anne. Ja, ik heb mijn camera wat hoger staan, maar mijn laptop is hier beneden. Goedenavond, hey Marjolein, hoi. Nou, super om jullie allemaal zo enthousiast te zien zo laat. Maar goed, terug naar het plein vanavond. En toen zei die politieagent, nou, als je nog iets voor ons zou willen doen, dan zou je dan misschien naar die mensen kunnen lopen die nu nog op de straat staan en ze kunnen vragen om op het plein plaats te nemen. Ja, nee, natuurlijk, geen probleem. Zo'n politieagent, voor dat soort agenten is het altijd lastig, lijkt het. Ik zou denken, je kan gewoon op die mensen afstappen en het vragen, maar ja, misschien voelen ze daar wat meer weerstand op. Ik heb wel een aantal agenten vandaag met heel veel mensen zien praten, dus dat was een goed teken. Maar goed, het was een klein verzoek, dus ik ben naar die mensen gelopen, joh. Hij had het me ook uitgelegd waarom. Ik zei, joh, als je hier op straat staat, dan moeten ze het aanmelden als een demonstratie. Maar als je op het plein staat, ja, dan kunnen ze dat zeg maar door de vingers zien. En die mensen gingen keurig op het plein. Dus ik liep terug. Ik zei, joh, ik moet nu echt naar huis. Ik had ook een afspraak staan. Dus ik zei, ja, ik moet nu echt weg. En toen zei hij, nou, als je nog één ding voor me kan doen. Ik denk, nou, dat krijgen we nu weer. En toen vroeg hij me iets heel pijnlijks om te doen. En op dat moment besefte ik het niet eens hoe pijnlijk ik het zou ervaren. En ik moet het nu ook nog droog zien te houden, merk ik. Hij vroeg me om. Hij zei, de uitingen van demonstraties, die moeten wel worden ingeleverd. Of niet ingeleverd, hè, die moeten naar beneden worden gehaald. Ik zei, maar wat bedoel je? Ja, geen borden en geen vlaggen. En ik zei, oh, oké, nou ja, goed, hoezo niet dan? Ja, zegt hij, want dat zijn uitingen van demonstraties. En zodra iets de kenmerken heeft van een demonstratie, ben ik verplicht als agent om het te melden aan de lijn van de burgemeester. Dus als ze die vlaggen weg zouden kunnen halen en de borden neer kunnen zetten, dan hoef ik die melding niet te maken. En dan kunnen we het gewoon zien als ja, een groepje mensen wat dan wellicht een beetje bij elkaar staat. Maar dan is het geen demonstratie. En op dat moment dacht ik echt, oké, nou ja, goed. Het was een lange dag. Ik weet dat veel demonstranten, echt mensen, superveel respect. Die hadden daar de hele dag al gezeten. Sommigen zeiden echt, joh, ik zit hier al vanaf vanmorgen 9 uur. En ik dacht, ah, het zou toch wel echt vervelend zijn. Dat zometeen die politie alsnog in moet grijpen in opdracht van zijn burgemeester voor een paar vlaggen. Dus ik dacht, weet je wat, ik loop naar die mensen toe en ik ga dan toch maar vragen. Het waren maar twee mensen met een vlag. Maar dat werd een pijnlijk moment, omdat ja, die vlag, weliswaar, ze droegen niet de Nederlandse vlag, ze hadden omgekeerde kleuren, omdat we allemaal wel vinden dat dit Nederland aan het overlijden is. Maar ik dacht, weet je, ik doe het toch. En terwijl ik het deed, had ik zoiets van, ja, ik heb ze ook gelijk excuses aangeboden. Ik zei, hey guys, sorry, maar die agenten vragen dit en ik snap het ook wel. En anders moeten ze melden, et cetera. Maar toen besefte ik nog, nou, ten eerste was het super pijnlijk. Dus een van die gasten raakte echt emotioneel.
Ja, dat ik in dit land ooit op het punt zou staan om iemand te moeten vragen een vlag naar beneden te halen, dat is gewoon niet voor te stellen. En normaal zou ik nu mijn opname verbreken, maar het is live, dus we laten het maar. Ja, die gast omarmde me en ik zei hem het volgende. Ik zei, weet je, misschien voelt het voor jou alsof we de strijd hebben verloren. Maar de oorlog is nog maar net begonnen, weet je. Dit is echt een lange weg. En ja, laat die vlammen aanwakkeren. Maar tegelijkertijd voelt het ook als een soort ja, overwinning. Dat zoveel meer mensen hopelijk nu wel gaan wakker worden. Want vanavond is gebleken dat dit heeft gewoon niks meer met virusbestrijding te maken. Dit is onderweg naar een totale controlestaat. En als je het nu nog niet ziet, dan weet ik echt niet meer wat je nodig hebt om het wel te zien. De horeca mensen gaat gewoon weer voor 4 weken dicht. Er gaan 10.000 mensen ontslagen worden en werkeloos worden en thuis zitten. En daarom wil ik ook heel veel mensen feliciteren voor hun ontwaking die er op het punt staat aan te komen. Want we hebben echt heel veel mensen nodig om dit te doen omkeren. En ik weet dat als je dit filmpje ziet, ik bedoel, deel het ook maar zoveel als je wil. Misschien als je dit ziet, dat je denkt, ja, maar zou de overheid, waarom zou de overheid dit doen? Waarom zou dat nou echt zo'n duister plan ontvouwen worden? En hey, ik zeg niet dat het voor iedereen zo is. Maar ik heb inmiddels wel echt het gevoel dat, nou, dat dit plan alles behalve het daglicht ziet. Want je kan mij niet meer wijsmaken dat je met een sterftepercentage van 0,13, 0,15, 0,20, oké, laat het 0,35 zijn. Maar als je nu ziet dat er ongeveer in de afgelopen week, weet je, de IC's lopen wat voller. Het is iets drukker in de ziekenhuizen. We moeten misschien wel iets doen. Maar wat er nu staat te gebeuren, we maken de hele economie met z'n allen kapot. En er zijn zoveel mensen die weer hun operatie uitgesteld zien worden. Zoveel mensen die weer meer in hun angst komen te zitten. Wat ook weerstand doet verlagen. Zelfmoorden zijn gestegen. En dan denk ik, je kan nu toch niet meer met droge ogen beweren dat wat er nu gebeurt normaal is. Dat kan echt niet. Dus, wat mij betreft is het een felicitatie waard, want ik heb het idee dat de hand inmiddels overspeeld begint te raken. Okay? Steeds meer mensen beginnen wakker te worden. En ik denk dat we met z'n allen uiteindelijk gewoon veel en veel slimmer moeten worden. En nee, ik heb geen spijt dat ik vanavond die twee mensen heb gevraagd die vlag omlaag te halen, omdat ik echt denk dat het veel meer zegt om daar te blijven staan. En de politie geen enkele reden te geven om naar die burgemeester te moeten bellen, waarop hij weer dingen moet gaan doen waar hij ook niet op zit te wachten. Dus ik denk dat we inmiddels de handen in één moeten slaan met zowel de politie als met de bestuurders die in ieder geval openstaan voor een ander geluid, met militairen, met het leger. Omdat ik uiteindelijk denk dat als we met z'n allen in ieder geval een heel goed deel op gaan staan in liefde, en met geduld en met wederzijds respect, dan kunnen we echt iets veranderen, dat geloof ik. En nu komt het terug naar de spoedwet. Ja, heel veel mensen hadden vandaag zoiets, ja, gecondoleerd. En ik had zoiets van, ja, weet je wel, je kan me ook feliciteren, want we gaan naar de volgende fase wat mij betreft. Maar er zijn nog 2 stappen te nemen. En de eerste stap is de Eerste Kamer. In dit hele politieke spel heeft het al lang gezien. Ze weten gewoon, dit gaat door de Eerste Kamer ook heen, want daar hebben ze allemaal een meerderheid beklonken met elkaar. Anders zouden ze die wet nooit in stemming hebben gebracht in de Tweede Kamer. Het is 1 groot politiek spel. Maar er is 1 iemand in dit land die toevallig geboren is in hetzelfde jaar als ik, in 1967. Die een paar hele symbolische woorden uit heeft gesproken in het jaar. En ik ga even naar een ander scherm. Ik hoop niet dat ik daarmee deze hele live aan het verkloten ben. Even kijken waar het is. Ik heb net zijn woorden nog opgezocht. Ik denk dat dit wel goed moet gaan. En dat is koning Willem-Alexander. En dit is wel bijzonder, want dit had ik me vanavond niet beseft. Hij komt uit hetzelfde geboortejaar. En op 4 mei herdenk ik natuurlijk altijd mijn familieleden, maar ook alle mensen die omgekomen zijn in de oorlog. En ik bid vooral altijd voor de vrijheid. En inmiddels zijn we onze vrijheden weer extreem aan het kwijtraken. Maar toen Willem-Alexander toevallig in dit jaar
een aantal woorden sprak, maakte hij voor mij de link, letterlijk, tussen mijn Joodse verleden en hetgene wat er nu in het heden gebeurt. En wat hij zei, hij verwees naar, naar iemand die vorig jaar op de Dam sprak. En dat was een overlevende van de oorlog. En dat was, even kijken hoor, dat was Jules Schelvis. Jules Schelvis. En Willem-Alexander verwees naar hem, omdat hij dat jaar daarvoor had hij op de Dam gestaan, volgens mij. En volgens mij heeft Jules Schelvis ook een boek geschreven of zo. Maar een stukje verderop in die speech zei Willem-Alexander het volgende. En hij zei, oorlog werkt generaties lang door. Nou, dat klopt, daar kan ik letterlijk over meepraten. En nee, ik voel me geen slachtoffer. Maar het feit dat ik altijd wel links zie, of niet altijd, maar wel heel vaak, ook in combinatie met wat er nu gebeurt met de Tweede Wereldoorlog, dat is gewoon waar, het werkt generaties door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, dit zei Willem-Alexander, zit de oorlog nog steeds in ons. En het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken. En niet goed praten. Niet uitwissen en niet apart zetten. En die woorden niet apart zetten, die slaan natuurlijk nu enorm op wat er gaande is in de scholen die mondkapjesverplichtingen doorvoeren. Want kinderen worden persoonlijk aangesproken. Kinderen worden schuldgevoelens aangepraat. Ze worden aangesproken, diegenen die dapper genoeg zijn om geen mondkapje te dragen in de school. En die blijven staan voor wie ze zijn en zeggen, ik draag geen mondkapje. Omdat ze weten dat het één niet goed voor ze is en twee dat het gewoon niet helpt. En dat is trouwens niet, dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van Jaap van Dissel van het RIVM. Maar niet apart zetten, dat is precies wat er nu gebeurt in die scholen. Heel veel kinderen moeten langs muren lopen. Kinderen in bepaalde scholen moeten gele badges dragen. Ik bedoel, als je dan toch een badge wil dragen, verzin alles, maar niet een gele, oké? Niet apart zetten, zei Willem-Alexander, en niet normaal maken wat niet normaal is. Nou, die woorden hebben we allemaal opgeslagen. En onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. De woorden van Willem-Alexander op 4 mei afgelopen jaar. Want alleen die democratische rechtsstaat biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. Nou, laat nou net het woordje waanzin erin zitten. En dan weten we allemaal wat ik bedoel, denk ik. Dus nu is de vraag, ja, het woord is aan Willem-Alexander, denk ik. Want lang geleden was het echt de koning die samen met de politiek volgens mij de wetten bepaalde. Maar inmiddels is het zo dat Willem-Alexander de laatste is die zijn handtekening onder die wet moet zetten. En dus dacht ik, wacht eens even, als we met z'n allen nu Willem-Alexander aan zijn woorden gaan houden, dan kan hij die wet niet tekenen. Want we zouden niet normaal maken wat niet normaal is. En ik weet vrijwel zeker dat dit clipje bij hem terechtkomt. Want als je voor het Koningshuis mocht werken, of als je in de politiek werkt, of als je ook maar enigszins een manier ziet om dit filmpje bij hem te krijgen, vertel hem dan dat hij naar 11 minuten gaat, hoeft hij niet alles te bekijken, maar dat hij naar deze woorden kijkt. En dat hij misschien wel op 4 mei afgelopen jaar al een signaal gaf van een stukje weerstand. Misschien verzin ik het, misschien ook niet. Maar deze man heeft zich tot nu toe vrij afwezig gehouden in deze hele discussie. Maar stel je voor dat straks die wet daar ligt en dat hij de laatste is die de handtekening moet zetten. Want zo is het nog steeds in deze monarchie. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij de laatste is die dit kan tegenhouden. Wauw, hoe populair zou je je dan maken als koning? Want er zijn bijna 400.000 handtekeningen ingeleverd in de grootste petitie ooit ingeleverd in de geschiedenis van Nederland. Het is de meest draconische wet in de Nederlandse geschiedenis. En zoveel mensen zijn het er niet mee eens. Dus Willem-Alexander, geboortejaar broeder uit 1967. Ook jij hebt kinderen. En de signalen die ik tot nu toe heb gezien bij jou, mocht je dit te zien krijgen, en ik ben ervan overtuigd dat dit op de een of andere manier bij je terechtkomt, de signalen die ik bij je heb gezien, doen mij vermoeden dat jij de laatste bent in de rij die dit gaat tegenhouden. Dus de komende weken, zolang die spoedwet er nog niet helemaal doorheen is, en hij moet nog lang met Willem-Alexander mensen, laten we een brief schrijven. Laten we allemaal een brief schrijven naar koning Willem-Alexander. En laten we een actie opzetten. Laten we een dag opzetten. En die dag moeten we nog bepalen. Waarin we met z'n allen een oproep doen aan onze koning. Want tot nu toe vragen heel veel mensen zich af, hebben we wel iets aan dit koningshuis?
En ik denk dat het een hele mooie balans is tussen politiek en de monarchie. Ik denk dat tussen de politiek en de koning dat daar een hele mooie balans is. En wat mij betreft mag het zo blijven, maar dan moet het wel een functie hebben. En dit zou wel eens al mijn vooroordelen, waarin ik vaak heb gedacht, wat moeten we met de koning, met het koningshuis, wat moeten we ermee? Het is wel leuk, symbolisch, maar heeft het echt een functie? Misschien wordt dit wel het herstel van de monarchie en van koning Willem-Alexander. En ik denk dat dat voor heel veel mensen zou gelden. Dus laten we alle pijlen op Willem-Alexander richten en een beroep doen op zijn verantwoordelijkheid en hem aan zijn woord houden. Want hij heeft een woord uitgesproken. Niet normaal maken wat niet normaal is. En wat mij betreft is alles wat in deze spoedwet staat, alles normaal maken alsof het een normaalste zaak is. En dat is het niet. Mensen lief, wat is er druk? Bijna 500 mensen die kijken. Ik zou zeggen, ik weet het, Tjero. Willem is het vriendje van Rutte, die staat achter hem. Willem is niet één van... Het kan allemaal wel zo zijn, oké? Maar ik geef niet op totdat de laatste kaart is gespeeld op het gebied van die spoedwet. En daarna worden ze zo snel mogelijk die spoedwet eruit halen. Dus, ja, dan kom ik op het volgende. Even kijken, laten we het hopen. Nou ja, laten we het realiseren. Dus ik ga even nog wat vragen beantwoorden. Even kijken, ik zie hier iets met Maxima in het paspoort. Ik weet het niet. Hij is een Bilderberger. Ja, het kan allemaal best, weet je wel. Alleen, hij is ook een mens. En ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Maar aan de andere kant ook wel. Want wat zou dit betekenen voor Nederland? Als Willem-Alexander straks gewoon zegt, mensen, ik heb het volk een belofte gedaan op 4 mei. We zouden niet normaal maken wat niet normaal is. Ik ga deze wet gewoon niet tekenen. Hoe zou dat zijn? Ja, ik ben benieuwd. Mensen, we blijven creatief. En we blijven vooral zo creatief, omdat we handelen uit passie en handelen vanuit ons hart. En daarmee kan geen politicus die zijn handtekening onder deze wet heeft gezet. En we hebben het rijtje gezien. Ik heb het rijtje voor je opgeschreven. Zodat je weet waar je in ieder geval niet meer op moet stemmen. En ik ga zo meteen nog iets toevoegen. De PvdA, GroenLinks, D66, 50+, VVD, SGP, CDA, NCU. NCU, de ChristenUnie met uitzondering van de heer Voerderwind. En dat betekent dat er maar één iemand was van al die partijen die heeft tegengestemd. En natuurlijk Wilders, FVD, Hagen, allemaal tegengestemd. Misschien mis ik er nog één of twee. Maar het eerste rijtje is allemaal voor geweest. Oké. Dit was het voor vanavond, mensen. We blijven doorgaan. En ik zie af en toe, ja, en ik ben bang voor dit, ik ben bang voor dat. Mensen, stap over je angst heen. Ik hoorde Frank Rusing van de week zeggen, ik ga het binnenkort hebben over mannen zonder ballen. Ik moest heel erg lachen. Zei hij, we hebben gewoon meer moedige mannen nodig. En besef één ding, op het moment dat je gaat roepen, en nogmaals, ik snap het, ik gebruik die woorden soms ook, ik ben bang dat dit, of ik ben bang dat dat. Maar iedere keer als ik het roep, probeer ik mezelf tot de alertheid te brengen, en ik denk, nee, ik ben niet bang. Oké? Want er is niks om bang voor te zijn, zolang we maar gewoon blijven gaan voor de visie die we hebben. En de visie die we hebben is, dit zal veranderen. We gaan deze piramide van macht gaan we keren. En we doen het met z'n allen. Oké? Dus, laat vertrouwen je wapen zijn. En laat angst je tegenstander zijn. Dankjewel. En waarschijnlijk tot morgen. Thanks.